voor zwart gekozen? Ik heb voor zwart. Ja. Uitstraling. Ja. Strak. Maar wel met glunschoen. Slappe kruis. Ja. Jij ziet geen legging. Nee. Korte mouwtjes. Ja. Het is 2 graden. Maar jij bent niet voor niks de Iron Man, hè? Maar wij gaan wel gevoerde handschoenen dragen, want ik blijf wel gewoon een keeper. Jongens, we zijn daar! Je moet gelijk overwicht hebben. Je loopt het veld op en ze moeten gelijk weten wie de baas is. Jongens, ik ben er! Stil zijn! Heb jij wel een tos gedaan aan het begin van de wedstrijd? Zeker, heb je die gemist? Met een muntje? Nee, zonder muntje. Zonder muntje? Ja, ik zeg gewoon tos! Zeker. Oh, tos! Ja. Zijn we klaar? Ja! Duidelijk, duidelijk, overtuigend. Ik vind dat hij een lekker begin heeft. Hij zit er lekker in. Hij heeft niet aangeraakt, ik geloof hem. Ik geloof je. Je wijst alleen, wijzen en fluiten. Koud. Het is oprecht. Min 2. Het is super koud, mijn knieën zijn blauw. Het is koud. Het is koud. Iets meer meters. Ik maak er meer meters hoor. De pasje zit er aardig in. Die loopactie, dat heb je goed onder controle. Doet hij goed. Binnen. Dit is een fout. Hij werd daar geraakt. Dit is een fout. Je bent niet scherp. Veiligheid voor alles. Veet is vast. Alle veet is vast. Even allemaal dead. Dank jullie wel. Heel goed, heel goed. Dat heb je ook onder controle. Die keeper mag die bal niet zo lang in zijn handen houden. Ik zag hem tellen. Ook overtuigend hoog. Prima. Ik ben denk ik nog nooit zo positief over hem geweest, maar hij doet het echt goed. Nou, geef hem gele kaart of zo, hij. Ik moet eerlijk zeggen, op 2 discutabele uitballen na, tikt hij een aardig niveau. Niet mijn niveau natuurlijk, maar hij komt wel aardig in de buurt. Trainer, wat vind je van het niveau, de scheidsrechter? Hij geeft alle ballen aan mijn team. Echt alles. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, ik vind wel dat hij een bijzondere manier van fluiten heeft. Ja? Maar je ziet wel dat hij veel contact maakt met de spelers. En dat vind ik wel heel fijn. Haalt hij mijn niveau of dat niet? Nee, ik zou liever jou een wedstrijd hebben. Ja. Kijk, daar houden we van. Daar houden we van. Doet het aardig. Ja, ja, zeker wel een voldoende hoor. Goeie beslissing, maar. Die fluit mag ook uit je mond, hè? Dat mag je ook vertellen. Dan weten ze wat ze verkeerd. Ja! Zijn beslissingen zijn goed, maar hij moet het uitleggen aan die jongens. Ja, dat komt door mijn voorbeeld. Ik heb even laten zien hoe het moet en dan krijg je dit. Ja, goeie leermeester. Koud ook, hè? IJsbeentje. Vajan die heeft EHBO-cursus. Keeper die vraagt aan mij, mag ik mee naar voren? Zie ik je nou uit als trainer of als scheidsrechter? Hé, hey, ik ben toch scheids? Ja! Je kijkt helemaal niet wat er gebeurt. Jawel! Fajan, ja. We kunnen echt een heel
stuk gaan praten nu nog, maar het is min 2. Ik heb min 3 ondertussen, denk ik. Oké, okay, ik wil naar binnen, ik wil mijn jas aan doen. Ja. Ik wil een broodje bal eten, ook al is het 10 uur 's ochtends. Maar, ik heb het wel even laten zien hoe het moet. Nou, je kwam in de buurt, maar het was niet mijn niveau. Maar hoe ik op die fluit blaas, is zelfverzekerd. Ja, maar je deed vaak alleen niet aangeven. Ik vond je te weinig praten. Maar ik was wel duidelijk. Dat wel. Ja. Dat wel. Dus, nou weet je hoe het moet. Ja. De volgende keer komen we dus bij jullie. Als jullie laten weten waar wij moeten komen. En dan gaan we er een prachtige wedstrijd van maken. Voor nu. Ja, gewoon like, abonneer, subscribe, comment. Heel de rampetampen die. Alles. En als we komen, zorg dat het beter weer is. Dit is te koud. Ja, en geen wedstrijd om 8:30 's ochtends, alsjeblieft. Wetenschappelijk, wetenschappelijk. Oké, nou, vonden jullie deze video tof? Hè? Leuk, volgende keer weer kijken. Hè? Volg ons. Hè? Ja, hij zegt gewoon... Dag!